sappige koekjes. Ja. Ja. Tomatensoep. Ja, ik weet niet of ze tomatensoep hebben. Joe. 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 Ja, ik wil het wel. Vroeger hadden wij namelijk geen internet en dat soort dingen. En wij hadden geen telefoons en wij hadden geen Instagram bestond niet. Twitter bestond niet. Hey, hallo, wat superleuk dat je kijkt naar mijn nieuwe video. Mijn naam is Marissa en ik ben geparkeerd in Gent. Ik heb er wel 1 uur en 40 minuten over gereden, want het was superveel file alweer. Maar goed, ik ben aangekomen bij mijn hotel en het is tijd om in te checken. Als het goed is Emily hier ook, dus wordt een leuk weekendje samen. Ik zag onder de vlog trouwens echt een superleuke vraag. Namelijk, Ik heb altijd heel veel mensen om me heen natuurlijk. En ook heel veel verschillende mensen zien jullie voorbij komen in de video. En de vraag was dus ja, hoe ik hun allemaal leer kennen. En hoe ik ja, mensen al jaren ken. En sommige zie je 1 keer en dan niet meer. Dus ik ga proberen. Ga proberen om elke keer als iemand bij me is, om daar een beetje over te vertellen hoe ik diegene heb leren kennen en ja, een beetje informatie, zeg maar. Dus ik vond het een superleuke vraag. Ik ga me proberen eraan te houden. Ik weet niet of het lukt, maar ik ga mijn best doen. Dus nou ja, beginnen we met de eerste, Emily. Emily ken ik namelijk al, denk ik, zeker 12 jaar of zo. En wij hebben elkaar in Plopsaland leren kennen, als ik het me goed herinner. Het is echt al heel lang geleden, maar ja, volgens mij in Plopsaland, bij Karen, Christel en Josje toen nog. En wij zagen eigenlijk elkaar altijd in Plopsaland en zodoende aan de praat geraakt. En ja, beste vriendinnen geworden eigenlijk. Dus ja, Emily ken ik al echt heel erg lang. Dus dat is wel superleuk. En ik ga eens kijken of ze er al is. Ik moet inmiddels ook alweer plassen. Uiteraard. Maar we gaan eens even kijken. En het is nog vroeg, 12:30 is het nu. En dan gaan we nog even lekker eten, denk ik. Zo, auto geparkeerd. Ik neem mijn koffers nog niet mee, want ik denk nog niet dat we kunnen inchecken. Want dat komt pas vanaf 3 uur, geloof ik, of zo. Dus het is nog veel te vroeg. Maar Emily en ik hadden zoiets van, oh, ik vind het wel gezellig om alvast af te spreken. En ik dacht dat ik de file zo zou vermijden, dus niet. Maar goed. Oh, kijk, Ferrari. Duur auto. En ik ga eens kijken of dat ze er al is. Ik heb geen idee. Ik weet ook eigenlijk niet waar ik naar boven moet. Hier denk ik, lift. Dus dat zal wel. En dan gaan we eens kijken. Nou, zo snel heb ik nog nooit eten gehad. En Emily is er ook weer bij. Ik was dus in de auto aan het vertellen hoe dat ik jou heb leren kennen. Oeh. En ik dacht, ik ben benieuwd waar jij dacht. Of wij dezelfde herinnering hebben als... Ik denk de allereerste keer was dat bij een K3-show, of niet? Ja, dat sowieso. Ja. Maar waar? Antwerpen. Echt? Nee, ik denk Antwerpen, of was dat... Nee, het kan Nederland ook zijn, denk ik. Maar... Sorry, dames. Ik weet het niet meer van buiten, want dankjewel. Het is gemakkelijk, hè? Dankjewel. Ik ben echt aan het... Is dat zo? Dan heb ik echt een hele andere herinnering. Nee, zeg maar. Ik dacht in Plopsaland. Maar... Ja, nee, ja, in Plopsaland hebben we elkaar voor het eerst beginnen spreken, maar daarvoor hadden we elkaar wel al gezien in de show. Want toen was dat zo nadat ik die oproep voor de jurkjes deed en toen was ik met Remy bij die K3-show. Ja, Emily was dus degene die volwassen jurkjes had, ja. Die ja, oproep had gedaan. Oh ja. En toen... zo zijn we, nou hier zie ik, maar dat is echt al lang geleden. Dat is nu, ja. Ik zei dat ik jou al denk ik 11, 12 jaar ken.
Nee, daarvoor al. Ik denk daarvoor al, hoor. Ja, ik kende jou al wel langer, wel. Maar wij waren nog niet echt beste vrienden toen. Nee, nee, maar sowieso daarvoor, want ik weet nog... Want bij KKJ kende ik jou ook al. Jawel, ja. Jawel, daarvoor eigenlijk al Plopsaland. Maar echt... Goed. Nou, is na die jurkjes met na die jurkjes. Met de afscheidstoer dan? Ja. Met de afscheidstoer, nee. Dan zijn we echt vrienden geworden. Maar dat is ook al? Bijna 8 jaar. Nu 7. Nee, wacht eens. Ze zijn nu... 15, we zijn 23, dus ik 7 jaar. Ja, 8 jaar dan, dus 8 dit jaar. Ja. Dat we elkaar echt goed kennen en al iets langer. Maar ik ken jou bij KKJ al, met Plopsaland. Ja, Plopsaland, want toen was dat maar nog... zo vaag, zo want beetje... Want toen was dat nog met die rode tent zo. Ja. Want toen was Josje denk ik net begonnen toen. Ja. Dus eigenlijk is het al... Ja, ik denk dat we echt al 11, 12 jaar of zo. Ja, zo, dat denk ik dan wel. Elkaar... Ja, kennen en goed kennen dan 8 jaar. Dus, ik weet inderdaad nog die rode... Ja, die tentjes en daar stonden wij dan zo bij. Zie je? Juist, het klopt. Het klopt. Ja. Maar toch andere herinneringen weer, hè? Dat is zo leuk. Ja. Hé, wij gaan eten. Ik heb lekker aspergesoepje besteld. En Emily ook. Dus wij gaan lekker eten. Eet smakelijk. Nou... Volgende. Heerlijk hoor. Dit is wel echt een uitgebreide lunch. Dit is echt wel heel veel. Oh, echt lekker hoor. Stuk. Oh nee. Nou ja, het gaat in mijn mond ook stuk. Nou, eet smakelijk. Zo, nou, oh, het eten was echt heerlijk. We zijn nu inmiddels de kamer aan het zoeken. We hebben alle spullen. Ja, hebben we bij ons. Jij weet de weg toch? Ja, 440. Kamer 440. Okay. Nou. Ik ben benieuwd hoe dat de kamer eruit ziet. Ik ben nou al kwijt. Doodlof. Een valies nemen hier voor een heel week. Ja, de kijkers kennen me. Ik neem altijd veel te veel mee. Normaal ben ik ook zo. Ja, maar hoe kan je nou in zo'n klein koffertje? Ik kan dat niet. 440. Oh, ze hebben ons weer wel lekker ver verstopt. Het ding is, het is zomer. Je hebt niet zoveel spullen nodig. Ja, maar mijn koffer is altijd vol. Ja. Ik ben nu één keer niet zo, dus het is ook al een uitzondering. 4, 35, 37, 39. Nou, een beetje lopen. Bij de emergency exit of porten. 46, nee, zie, het klopt niet meer. Jawel, het klopt niet meer. Ah, goed, kaartje. Kijken of dat lukt zo. Of niet. Nu nog die deur open krijgen. En jullie mee. Oh, daar gingen jullie bij. Hola, pola. Zo. We zijn er. Woe. Zo, grote kamer. Ja. Wauw. Zo, een paar zonnepaneeltjes. Oeh. Hupsatee. Hopla. Wojo. Ja, een paar zonnepaneeltjes maar. Groot. Nou, top. Oké, nou, spulletjes uitpakken. En dan gaan we onze verjaardag vieren. Want Emily is al jaren geweest. Ja. Vorige week. Vorige week. En ik ben volgende week jarig. Dus we dachten, verjaardagsweekend. In het midden onze verjaardag. Hey. Dus ik heb allemaal cadeautjes bij voor Ems. Ik heb ook cadeautjes bij voor Maris. Joehoe. Dus, nou. Oh, wacht. De badkamer. Moet de badkamer even zien, hè? Oh, geen bubbelbad. Oh. Wauw. Nou, top. Leuk. Netjes. Nou, hier komen we wel voor 2 dagen mee rond. Oh, de wc. Op wat is fijn. Ja, hoor. Top. Vol ruim, amai. Ja. Kunnen we lekker onze behoefte doen. Ja, ook belangrijk. Nou, top. Oké, even uitpakken. Alsjeblieft, voor jouw verjaardag. Dankjewel. Marissa heeft denk ik een klein beetje... Een beetje te veel gekocht. Ja, misschien wel een beetje. Maar één cadeautje was ook goed geweest. Ik heel traag te midden. Ik weet het zelfs niet meer, wat het allemaal is. Ja, je hebt van alles zoveel. Nou, hoe leuk. Allemaal leuke cadeautjes. Ja. Yeah. En ze had nog niks. Ik had nog niks. Dus dat is bij mij altijd... Ik heb wel veel dingen van Stitch. Maar dit had ik nog niet. Dus je hebt geluk. Dus ik heb echt goed gedaan. Ik heb goed gerokt. Yeah.
tasje. Voor mij is het een kleiner tasje. Maar ja. Ik ben benieuwd. Dit is voor jou. Ik ben heel erg benieuwd. Oh my god, kijk nou. Ik heb gewoon mijn eigen ontour sokken. Hoe gek is dit? En natuurlijk een bandje. En je nieuwe button. Ja, toch? Buttons. Yes, yes, yes. Oh, je hebt ze ook. Ik heb die voor mij en jou besteld. Oh, hoe cool is dit, jongen? Ik heb mijn eigen ontour sokken. Want ik had op je lijstje gekeken welke schoenmaat je had. Want je had er ook sokken op je lijstje. Ja, wat slim. Ja, want... Leuk. En yes, yes, die heb ik altijd nodig. Want ik drink heel veel water. Dus die kan ik lekker meenemen. En dan doe ik ze koelen en meenemen. Oeh, ik heb nog iets. Nog een cadeautje. Oh, nog een cadeautje. Oh, oh. Yay! Yes, yes, yes. Kunnen we wat kopen? Ah. Oh. Goedemorgen jongens. Oh, even een beetje uitzoomen. Zo. Ja, je zou denken dat we dezelfde dag zijn. We zijn nog steeds in de kamer, maar we hebben gisteravond best wel een gezellige avond gehad. Supergezellig. En ik heb gewoon niet meer gevlogd. Nee, eigenlijk echt gewoon niet. Niks meer gevlogd. Dus het was laat geworden. Ja. Ik geloof dat het 1:30 was voordat we op bed lagen. En ik denk dat ik zeker 2 uur heb geslapen. Ja. Jij 4 uurtjes zeker of zo? Ongeveer. Dus we zijn echt alle 2 heel mooi. Maar dat niet alleen. Maar onze hele weekendplanning is eventjes ietsjes anders. Ja. Wij zouden namelijk nu naar de show gaan. Eigenlijk. Eigenlijk zouden we dat doen. Alleen Josje had mij ooit is gestuurd van... Kom eens nog eens langs, want ik sta dan en dan op een of andere beurs. Ja. Nou, hè. Ik zei ja, ik heb K3-show, dus nou goed... En sinds gisteren is eigenlijk, vannacht eigenlijk, is heel de planning omgegooid. Wij gaan vandaag namelijk naar Josje en Karen, want Karen staat ook op die beurs. Ja, ik vind het dus we gaan die terugzien. We hebben onze tickets van de K3-show verkocht. Ja. Ik ga het nog wel morgen, dus jullie gaan K3 nog wel zien. Ja. Alleen vandaag naar Josje en Karen. Hoe lang is dat geleden? Super lang. En ook gewoon weten dat je ze alle 2 op 1 dag zal zien. Ja? Dat is mega leuk. Ik vind het echt cool. Ik vind het echt cool. Want dat is voor ons wel onze K3 geweest. Dus dat, ja. Ik heb echt een beetje stress over die eerste terug. Ja, ik heb er ook wel heel veel zin in. Echt heel veel zin in. Ja, dat vooral. Dus ik ga filmen wat ik kan filmen. En we gaan er gewoon weer een hele leuke dag van maken. Ja. We zouden eerst door iemand opgehaald worden, maar die kon helaas niet meer. Nee. En nu is Zoe zo lief om ons te komen halen. Zoe uit Groningen. Zoe is onze held. En om jullie weer een beetje mee te nemen in wie is nu Zoe? Ik heb die, denk ik, een jaar geleden, denk ik, voor het eerst gezien. Ik denk het. Ongeveer, ja. Dat ik er echt mee ging praten. In de zomer denk ik weer, ja. Ja. Dus bijna zomer. Ja. In vorig jaar zomer heb ik die bij zomeroptredens een aantal keer gezien. Ja. En toen zijn Zoe en ik eigenlijk in gesprek geraakt. Een beetje gaan appen. We hebben een paar keer met elkaar op hotel geslapen. Ja. Ja, jij kent haar ook van de zomeroptredens van vorig jaar eigenlijk. Yes. Dus Zoe ken ik nog niet zo heel lang. Maar desalniettemin is het gewoon super gezellig. En ik ben heel erg blij dat ze ons zo meteen komt ophalen. Ja. En dat we dus met z'n drietjes en Aaron en Glenn zullen ook komen. Gaan we naar Josje en Karen. Oh, ik heb er zoveel zin in. Ja, ik ook. Echt zo'n hele... andere wending van het hele weekend. Het is precies zo, het voelt zoals een eerste school dat je ergens naartoe gaat, dat super spannend is of zo. Ja, ik heb er ook echt heel veel zin in. Dus Emily is al gedoucht. Ja. Ik moet even nog een ander t-shirt misschien aandoen, want wij werden om 9:55. Ja, ik was al wel even wakker, maar we lagen nog in bed en we dachten, we moeten nog ontbijten. Dus we hebben binnen 5 minuten, gaan we gaan ontbijten, want we konden maar tot 10 uur. Ja, eigenlijk wel. Dus dat hebben we nog even snel gedaan. En nu ga ik mij klaarmaken. En dan gaan wij zo nog wat middag eten misschien ook. Ja. Soepje of zo. Ja. Tomatensoep misschien. Ja, ik weet niet of ze tomatensoep hebben. Ik weet het ook niet. Ik zou ook heel graag tomatensoep willen, maar ja. We zullen het zien. Ja. Dus goed, ik ga me even klaarmaken. Emily gaat haar eigen verder klaarmaken. En dan gaan wij straks weg. Yeah. Oh, jawel hoor. Lekker tomatensoep. Joepie.
Wij gaan heerlijk genieten. We hebben ook lekker broodjes erbij. Dus daar gaat het. Nee, dank u. Goed. Eet smakelijk. Zo, was een lekkere pikant tomatensoepje. Ja, die meneer, het is niet zo pikant hoor. En Emily vraagt nog van, is het pikant meneer of niet? Want we houden niet zo van zo pikant. Ja, ik vind pikant. Nee, het valt wel mee, zei hij. Nou, en dan al keelpijn van de airco en zo. En ik van de hooikoorts. En dan nog eens die pikante soep. Echt mijn keel, joh. Maar al met al was die wel lekker. Lekker ja, broodje op. En nu gaan we wachten op Zoe. Want als het goed is, zou ze hier over 4 minuten zijn. Dus we gaan eventjes wachten. En dan denk ik dat wij gelijk doorvertrekken. Ja, is dat al een zin? Vertrekken. Dat wij gelijk doorvertrekken. Ik denk niet dat dat een mooie zin is. Maar ik denk dat niet. Maar goed. Mensen snappen het wel. Dus dan gaan wij weer 2 uur rijden. Naar de andere kant van België. Want we zitten nu in Gent. En dan moeten we naar Maasmechelen. Hier, Maasmechelen. 2 uur, jong. Ja, ik denk dat dat 2 uur is. Ja. Zoiets. Ja, top. Het. Ja, dan is hij als de planning eventjes veranderd. En... Haha, moet het erover hebben, hè. Kunnen alleen wij. Dus even wachten op Zoe. Hey, hey, hey. Daar is ze hoor, uit Groningen! One hour later. Nou, inmiddels zijn we alweer 1,5 uur verder. Ja. We moeten nu nog 5? Nee, 18. Ik dacht 15, jongen joh. Kom maar eens. We zijn er bijna. Nou, we zijn er bijna gelukkig. Eindelijk. En dan Karen en Joesje. En ik natuurlijk net een vraag heb. Kan jij nog herinneren wanneer je mij voor het eerst ontmoette? Echt ontmoeten? Ja, ontmoeten. Dat we echt met elkaar gaan afspreken en zo. Maar wat herinner jij je daar nog van? Ja, ik dus vrij weinig. Ja, ik kom vrij weinig, zoals je misschien gehoord hebt. Ik ben op de garage toen bij Den Haag op zo'n terras. Klaasje? In Den Haag op het terras? Ja, toen Klaasje toch het terras. Echt? Ja. Oei, ik heb echt iets heel anders gezegd. Maar ja, toen, daarna hebben we elkaar niet zo goed gezien. In Antwerpen denk ik, dat moet jullie op hotel zien. Dat is echt anders, ik weet het niet meer. Dat was vorig jaar toch dan? Of 2 jaar terug? 2 jaar, denk ik. Oh, ik dacht dus vorig jaar met de zomerfestivals. Dat heb ik gezegd. Ik weet het echt niet meer. Ja, maar toen gingen we echt inderdaad steeds ja, met elkaar om. Ja. Moet je nagaan, hè. Ik zie... Dat is wat ik zei. Ik zie zo ontiegelijk veel mensen. En ik ken zoveel mensen dat ik vaak niet eens weet meer waar ik ze ontmoet heb of waar ik ze voor het eerst zag. Of ja, dat gebeurt gewoon. Mensen sluiten aan of ik zie mensen wat vaker. Ineens, zeg maar. Ja, dat gebeurt gewoon. Daarom zeg ik ook al, ja, ik ken mensen van K3, maar ja, als ik er dan zo over nagedacht, denk ik, ja, ik weet het gewoon niet meer. Wat ik dus wel weet, en die gaan we zo meteen ook zien, Aaron en Gwen. Daar kan ik wel wat over vertellen en ik ben benieuwd wat Aaron gaat zeggen. Nou, Aaron ken ik namelijk al, ik denk, 16 jaar of zo. Dat is echt wat een Josje. Nee, met Kathleen nog. Met Kathleen zelfs nog. Ja, die ken ik echt al heel erg lang. En die heb ik leren kennen op het K3 forum. En nu denk je, wat? Nee, dat ken ik niet. Ik was vroeger hadden wij namelijk geen internet en dat soort dingen. En wij hadden geen telefoons en wij hadden geen... Instagram bestond niet, Twitter bestond niet, Facebook hadden we niet. We hadden eigenlijk niks online. Dat bestond gewoon niet in de periode met Kathleen. Echt niet? Nee, wel. Ja, dat bestond niet. Nee, dat bestond echt niet. En een telefoon had ik nog nooit van gehad. Dat bestond niet. Je had daar echt geen telefoon. Ik had de wereld van me open. Ja. Dus wat er op een gegeven moment gebeurde, wij moesten vroeger, echt heel vroeger, moesten wij dus via een computersysteem, ja, dan moest je dus inloggen op je telefoonnetwerk. Nou, dan hoorde je allemaal geluidjes, allemaal gekraken, gedoe. Dan hoorde je echt zo en dan ging je dus inloggen op het web. Via je telefoon, maar dan kon je ook niet meer gebeld worden. Via de huistelefoon. Oh. Nou, zo logden wij dan in en ik mocht dan vroeger altijd 15 minuutjes gewoon op het web kijken.
En daar was een K3-forum opgericht. En daar kwamen dan allemaal onderwerpen in. Ja, ik zit te denken, wat kan je het mee vergelijken? Maar dat is er helemaal niet. Nee? Nee, ja, daar had je gewoon onderwerpen. En daar klikte je dan op. En daar stonden dan de agenda van de optredens bijvoorbeeld. Of foto's met fans. TV-onderwerpen. Ja, tv keken we wel. TV. En dat was het. Dus dan zag je gewoon wat K3 deed en dat deelde je dan onderling. En zo leerde je nieuwe fans ook kennen. Maar dat was nog niet eens een 25-tal mensen, denk ik, zoiets. Die daar echt actief waren. Ik ken er zelfs nog een paar nu. Die spreek ik nog wel eens. Ja. Dat is echt wel tof. En Aaron dan, want Aaron zat daar ook bij. En zo ken ik Aaron weer. Ik weet het niet. Ik denk dat hij of Netlog gaat zeggen, want dat heb ik ook al gedaan. Ja, ik ga net ook zeggen Netlog, want dat was eigenlijk een van de eerste platformen die er stond. Hè? Ook nog geweest, ja. En bij het K3-forum, daar verzamelde je echt als K3-fan, zeg maar. Dan. Maar vroeger was het echt zo'n dingetje. Zo maar ja, toen was ik... Ik was toen 10 jaar, denk ik, zoiets, dus... Want ik had later ook zo'n forum van andere artiesten. Ja, dat is echt 23 jaar geleden. Dat we dat deden. Ja, dat... Ik was toen nog niet eens geboren. Dus ja, daar kende ik dan Aaron van online. En toen heb ik hem dus een paar keer bij première van het IJsprinsesje bijvoorbeeld. Ja. Daar ben ik geweest. Daar heb ik hem een keer gezien. En dat was toen nog met zijn broer. Niet met Glenn, want die is pas later weer bijgekomen. Ja, dat is waar. Want die ken ik eigenlijk oorspronkelijk van Sugarfree. Ja. En dat is dus weer een meidengroep die in België, ja, ik weet niet precies wat die allemaal, die zongen liedjes, ik heb geen idee. En die kwam ik dan tegen als we dan s'avonds wel eens uitgingen. Dan kwam ik Glenn wel eens tegen. Ja, dat was nog een heel jong ventje. Dus ik ben benieuwd wat hun twee gaan zeggen waar hun mij weer van kennen. Heel benieuwd. Ja. En ik vind het heel grappig, want iedereen zegt dus iets anders. Hè? Ik heb dan Emily al, jou. Iedereen heeft al iets anders gezegd dan wat ik me kan herinneren. Dus ik vind het echt wel grappig. Ja, ik vind het wel grappig. Ik ben benieuwd. We gaan nu op naar Maasmechelen. Village, weet ik veel. Village, ja. 13 minuten inmiddels nog maar. Heel zonlijk zit al. Oh. En dan gaan we gelijk eerst eventjes vragen aan Aaron en Glenn. Ja, heel benieuwd. Wat zij nog herinneren wanneer wij elkaar voor het eerst ontmoeten. Ik ben benieuwd. A few moments later. We hebben eventjes een zonnebrandje opgedaan en een petje, maar we zijn aangekomen. En kijk wie ik ook gevonden heb. Mijn vriendjes Aaron en Glenn zijn er ook gezellig bij. En aan jullie gelijk de vraag, want ik ben namelijk, ik heb een vraag van een kijker gehad. Hoe dat ik mijn vrienden allemaal heb leren kennen. Nou is het natuurlijk een heel makkelijk antwoord K3, maar hoe is dat nou gegaan? Ik heb al antwoord gegeven op die vraag, hoe dat ik jullie ken. Nu staan jullie. Weet je dat nog, Aaron? Ik ben K3, ja. Ja, maar dat is wel heel lang geleden. Oh. Maar weet je het nog, hoe wij elkaar kennen? Wat komt er als eerste in je op? Wachten. Deze is 13, denk ik. 13, 14. Ja? Ik denk al langer. Ah ja, zo bedoel ik. Met Netlog. Ik zei het! En het forum, ken je dat nog? Ja, het is ver weg. Heel ver. Het zit bij jou heel ver weg, merk ik al. Ja, wij kennen elkaar. De tijd gaat zo vlug. Ja. Ik zei al, ik ken jou volgens mij al bijna 16 jaar. Als het niet langer is. Ja, denk het ook. Gek, hè? Als je daarover nadenkt. Ja. Dus ja, Aaron en ik kennen elkaar dus van online van vroeger. Ja. Van, hoe noemde het? Het web. Waar we inlogden en op jouw netlog en op het forum. Dus ja, dat is al heel lang geleden. En Glenn, ik heb jou natuurlijk ook genoemd. Waar ken ik jou van? Ik denk dat wij elkaar de eerste keer gezien hebben bij een optreden van Sugarfree. Hey. Ja. Ja, dat zei ik. Ja, daar ken ik Glenn van. Oh, we moeten nog even naar de auto voor wat camera's. Maar Glenn heeft het dus goed. Ja, dat zei ik ook. Ja, leuk hè. Nou, dus dan kennen jullie een beetje de achtergrond van deze vier mensen al, die ik ken vanuit K3,
Sugarfree, Netlog, forums. Nog niet zo heel lang, maar niet ook heel al. Lang, hè? Ja. Ja, ja, de tent in Plopsaland. Ja, op Plopsaland. Josje uit de taart. Precies, de taart van alles. Dus dat is wel leuk. Nou, we gaan nu eens even zoeken waar dat wij heen moeten. Het zou in de winkel ergens zijn, met een modeshow. Ik heb iets voor de vloggers. Oh, moet mijn horloge nog even terug aan doen. Ik was me helemaal aan het insmeren, dus nou ja, ik zat mijn horloge ook onder te smeren. Maar goed, we gaan nu eens kijken waar we naartoe moeten. En dan gaan we kijken naar de modeshow. De modeshow, hè? Ik weet niet, hun hebben al gekeken, maar we gaan eens kijken. Top! Hoe leuk, we zijn aangekomen bij waar het is. En wij zijn hier allemaal K3-dansers, dus echt top! Gentlemen, may I ask on stage? Nou, ze zijn net allemaal hier naar binnen gegaan. Het is blijkbaar een VIP-feestje, wisten wij ook niet. Want dat was niet aangegeven op de winkelsite. Maar we hebben, Josje heeft ons al gezien, dus superleuk. En nu zijn ze hier allemaal naar binnen. En als het goed is, zouden wij ook nog naar binnen mogen, maar dat is even afwachten. Dus als het goed is, ja, om 4 uur zou het dan open gaan, zeg maar, voor het gewone publiek. Maar dan weet ik niet of nog Karen of nog Josje er is, maar we zien wel. Het is toch weer een avontuurtje, hè, jongens. A few moments later. We staan weer buiten, Glenn. We mochten daar niet filmen, we mochten eigenlijk helemaal niks. Niks meer. Het is een beetje gek dat ze de oproep doen om eigenlijk naar het winkelcentrum te komen, maar je mag niks. En je mag niet naar binnen, je mag eigenlijk helemaal niks. Niks, we mochten niks. We mochten niks. Niet filmen, geen foto's, we mochten geen handtekeningen vragen, we mochten niks. Nee, ja. Nou, dus we staan hier met niks. Ja. Inderdaad. Helemaal niks. Nou, we blijven wel lachen. Misschien dat we Josje zo nog eventjes zien, maar ik geloof niet dat het nog iets wordt hier. Jammer. Beetje jammer georganiseerd. Maar ja, goed. Kan wel eens, hè, een tegenvalletje. Maar we gaan er gewoon weer een leuke avond maken. Ik kan niet wachten om bier te gaan drinken met jou. Inderdaad. Bier. Oh my god, jongens. Die... Halleluja, die bank is zo heet dat ik er niet tegenaan kan zitten. Oh, dit is echt niet normaal. Oh, verschrikkelijk. Even mijn telefoon weg voordat het ontploft. Het is echt heel heet. Echt niet normaal. File. Ook nog. Wat een dag. Heet. Help! Nou, oké. Okay. Nou ja, goed. Wacht. Ik zal mijzelf even filmen in plaats van mijn... Ja. Oh, help. Nou ja, zo zien jullie... Oh. Oh. Oh ja. Wacht, we moeten eventjes kijken waar we uit moeten. Ik denk daar. Nee. Zo zien jullie ook wel eens dat er een tegenvaller is. En dat was vandaag. Helaas. Ja, super ver geweest. Ja, Josje wist zelf ook niet dat het... dat wij er niet bij konden, zeg maar. Nee. Die wist zelf ook niet dat... wij niet in die winkel of zo mochten, denk ik. I don't know. Maar in ieder geval, het ligt niet aan Josje, dat weet ik. Het lag wel aan die, hoe heette het daar? Maasmechelen Village. Maasmechelen Village. Ja. Want die organisatie had gewoon verkeerd gecommuniceerd. Ja, alles staat openbaar en dan die had, ja, die hadden overal openbaar gezet dat je welkom was en kom kijken. En, maar goed, dat was dus niet zo. Ach ja, hè? Dat is wel eens met organisaties dat het niet helemaal loopt zoals je verwacht. Een andere keer weten. Maar goed, ik ga Josje vast nog wel een keertje zien. Alleen, ja, een beetje teleurgesteld, hè? Ja. Dat is wel jammer, want daar rij je wel... Nou ja, ik niet. Daar rijdt Zoe even 2 uur voor en 2 uur terug. Maar goed, we gaan er weer een leuke avond van maken. We gaan nu snel terug naar het hotel. Want wij hebben een 3-gangen dinertje. En daar heb ik ook weer zin in. Eten, altijd zin. Dus nou, 2 uurtjes zitten, een beetje hitte. Oh, zo mijn billen, jongen, die zijn hartstikke heet. De airco, die hebben we En dan gaan we weer terug naar het hotel. Op naar Gent. Ja. 2 hours later. Nou jongens, we zijn aangekomen terug in het hotel. En wij gaan eten. Maar we hebben eerst nog eventjes wat besteld. Dus, proosten! Yeah, yeah. Nou, mijn voorgerecht is er, jongens. En ik heb een courgette soep. Ik ben echt benieuwd.
Ik denk wel dat ik het lust. Ik maak het namelijk thuis altijd zelf. Zo ben benieuwd. En Emily heeft kaaskroketjes. Bordje. Maar de rest heeft nog niks. Sorry. Ik zie jou. Clem, ik zie jou niet. Waar ben je? Nou mensen, ik denk dat daar ons eten aankomt. Als dat zo is, ik zou dat echt vet vinden. Oh. Hallo? Ik denk. Schnitzel. Hoe cool is dit? Oh, Ems. Je ziet dat ze altijd online, maar je denkt dat het gaat. Kijk dan, ons eten komt gewoon zo aan. Dankjewel. Hoe leuk. Heel leuk. Dit is toch weer mooi, hè, jongens? Dat is weer mooi. Optie A. En dan twee keer de tong alsjeblieft. Ja. Ik doe 6. En dan ik even 1000. Zo, dat ziet er goed uit. Dank je, dank je wel. Lekker. Lekker visje, ja. Kunnen we eitlusten, denk je? Ik denk dan wel. We zullen maar weer eens even proberen, hè. En nog frietjes, Oh, hij gaat. Doei, kan niet smakelijk. Eet smakelijk. Wat leuk. Eet smakelijk. En het laatste van de avond. Een toetje. Met fruit en zo. En zo. Lekker hoor. Ik ben benieuwd. Allee. Ik weet niet hoe dit moet. Kunt u al geen koffer meer openen? Kijk hè. Ze haalt... Ik krijg altijd de opmerking dat ik niks doe. Marissa haalt een koffer uit de koffer. Ik ga die van zo in een keer slepen. Ja, want anders doet Zoe dat altijd voor. Kijk mevrouw, daar gaan we. Ik ga hem zo in de kamer brengen. Echt waar? Ja. En ga je dat met de trappen doen? Nee. Oei, je gaat toch van 0, min 1 naar 6 met de trappen toch? Nee. Dat was toch de deal? Nee, ik ga gewoon lekker met de lift. Oh, we moeten wel Zoe hebben. Dat is helemaal fijn, hè? Ja, want zomaar met haar koffer weglopen, dat vind ik niet zo'n goed idee. Of ga je dat wel doen? Jawel. Ja? Jawel. Vinden jullie dat? Ja, heel ook, Aaron? Ja hoor, ja. Ze vindt hem wel terug. Ja, ik vind hem nog wel in jullie kamer. Of nemen we die gewoon mee naar onze kamer? Het is toch je droomkoffer, maar het valt met mij erop. Maar, hey, wat vind je er van dat ik jouw koffer met ik ben trots op je. Dat gebeurt niet vaak, hè jongens? De rollen zijn omgedraaid. Nee, dat is geen gewoonte, hè? Ja, nu staan we een beetje heel dicht bij elkaar, maar... Joe! Ja, ik wil zwaaien naar mezelf, maar... Zie je zelf niet? Nee, want Glenn is te groot. Kijk nu. Oh, wacht. Ik moet kaartjes kennen. Ja, ik denk dat dat wel belangrijk is om een kaartje te scannen, anders raken we niet. Anders kan ik je koffer ook niet naar boven tillen. Oké. Marissa, naar waar gaan we nu? Ja, naar de bar. Maar ik moet naar eerst haar koffer wegdoen. Cocktailen! Die zien het hier helemaal zitten, jong. Zeker. Chance dat er toch twee mensen... En daarna gaan we echt slapen, want ik ben echt moe. Ja. Want ik heb nog steeds maar 2 uur slaap. Allee, hop. Ik ben nog steeds wakker. Ja, maar dan kun je ook... Ja, sorry, maar moet ik heen. En jij krijgt pief, poef, paf. Dat was ver, hè, jongens. Zwaar. Zwaar leven, hè. Kijk, je gaat lopen. Hey. Wauw, dat is zo. Ja. En dan weet je wat je doet? Je moet altijd iets doen, Marissa. Als je iemand naar een kamer begeleidt, moet je altijd zelf even testen of het bed wel goed is. Dus dan moet je even... Waar ga je slapen? Aan deze kant. Hey! Oh, ik ga gelijk slapen. Doei, jongens! Marissa, doe de Titanic, nu. Armen spreiden! Glenn, doe je dat nu wel? Jongens, toch? Ik deed niks. Die Glenn. Ja, je doet nooit niks. Wat een uitzicht, jong. Moeten we naar de 10e, jong? Moeten we nu naar de 10e? Ja, we moeten nu naar de 10e, naar de cocktailbar. Ik moet naar het 4e. Mijn telefoon is bijna plat. Oei, dan gaan we dat eerst doen. En daarna naar de 10e, heb ik gehoord. De cocktailbar. Oké. We zijn Glenn kwijt. Ja, we zijn Glenn kwijt. Dus, Emily is nu naar haar kamer. Maar Glenn is weg. En als Glenn weg is... Dus ik ben een beetje bang. Ik denk dat hij daar gewoon... Ja, ik denk ook het hoekje, maar ik ga echt schrikken. Ik ben kwijt.
Oh, ze komt Emily komt terug weer aan, denk ik. Ja, Emily, jij moet voor. Ik hoor de fluiten. Zo voor. Hij is verstopt. En nu gaat nu helemaal stuk bij die lift waarschijnlijk. Ik hoorde Emily zeggen, shit. Dit is er, ga. Daar. Klein is verstopt. Dus ik ben bang. Is verstopt voor mij zeker. Ik verschiet niet. Ik denk dat hij daar onder achter zit. Ik geloof je niet. Help, hij is hier niet. Oh shit, die zit. Ik dacht dat hij daar jullie gaan mij laten verschieten. Nee, jullie hebben een plan gebeurd. Nee, ik heb niks gedaan. Jawel, nee, want hij hier moet wel heen. Ik wist het. Ik wist dat je ergens stond. Ik had toch ineens een oogje zo. Ja. Je wou eens laten schrikken, hè? Had ik het gelijk, hè? Ik dacht echt van jullie hebben een plan gedaan om mee te gaan. Nee, ik had naar achteren moeten staan. Dat had ik ook gezien. Zijn niet met ik zag jouw schaduw daarom. Als jammer. Als je niet eens een hoofdje tevoorschijn kwam, nou, jammer, jammer. Kijk nou hoe gaaf dit is. Nou, Leo, let's go. Post. The next day. Hallo, goeiemorgen. Oh nee, middag. Het is inmiddels middag. We zijn al uitgecheckt. We hebben ontbeten, we hebben middag gegeten. Dus, en we zijn nu onderweg naar de show. Want we gaan nog natuurlijk een K3 show doen. Ik ben benieuwd. Ja. Ik hoop op bloopers, want dat vind ik grappig. Maar we zien wel. Het ene laatste weekend in Gent. Ja, moet je nagaan dat het hier allemaal begon. Oh, ja. Ging je net ook bijna een gat in de weg. Daar viel ik net namelijk ook bijna al... Alle overheen. Maar het was gisteravond trouwens nog een leuke avond. Ja. We hebben nog lekker cocktails gedronken. Daarna ben ik heerlijk in slaap gevallen. Ik heb nu in plaats van 2 uur 6 uur geslapen. Ja, dat is al vooruitgang. Dus dat was fijn. Dus ik heb iets meer energie dan gisteren. Maar ja, op naar de show. Ik heb er zin in. Ja, we zijn er bijna. Tasia die komt zo ook. Dus gezellig. De show begint. Dan is het nu eigenlijk zo. Dames en heren, alle medewerkers van de show. Waarom beginnen ze zo tijd? Heel veel plezier bij deze voorstelling. Ja, 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 ja. We gaan weer. Ik zal niks zeggen. Oh, dank je. Je bent een engel. Zoals jij, maar dat is onder vleugels. Zoals jij, maar dat is onder vleugels. Ah, ja. Ja, goed. Die hebben we verder met de show, hè? Dan ga ik verder met zoeken. Ja, dat is goed. Wait! Ja! Kledingwik! Ah, ja. Ja. Dank je. Doei! Doei! Niks te hè? Wie is dat? Wie? Mike! Niemand! Niemand! Iemand? Iemand die niks zei. Niemand, iemand die niks zei, maar je weet wel dat hij Mike heet. Ja! Ja, dat heeft hij natuurlijk wel gezegd, hè, dat hij Mike heet. Mike is de... Mike is de... Ja. De conciërge van dit theater. En Mike was hier aan het... Stofzuigen. Ja, aan het stofzuigen. Aan het stofzuigen. Met zijn kleding gek. Ja. Ja, dat is ook niet zo goed. Dus nu zijn stofzuiger gaan halen. Maar dat doet er helemaal niet toe. Laat ons doen wat we hier zijn vandaag en dat is... Zingen en dansen. Kom, kom. We moeten er veel voor brengen. Oké. Dankjewel!
in mijn broekkast. Nee, jij bent de knapste. Knapste? Heel tof. Nooit zoiets gezien. Maar jij bent wel de allerknapste. Ja. Oké, maar ik heb het is prima zo. We doen dat zelf als stofzuiger na de show. Dank u wel. Hallo. Kom je hier vaker? Alleen als ik optreed. Ja, Julia. Je zegt het zelf, optreden waarvoor we naar hier zijn gekomen. Mag ik jou iets vragen? Ja, altijd. Heb je zin om straks misschien samen iets leuks te gaan doen? Nee! Ja. Ja? Nee! Nee, ik moet straks naar huis. En waar staat jouw huis? Heel ver weg! Heel ver weg! Oh! Oh, je bent net al te ver! Oh ja! Zoveel zin in! Ik heb dit allemaal verknald! Er is mijn vleugel kwijtgeraakt. En dan hebben we de ruzie tussen jullie veroorzaakt. Ik kom niet meer thuis. Ik ben echt de meest klunzige engel ooit. Oh, dat is heerlijk. En hij is nog zo'n engeltje, hè? Ja? Hij zou beter veel meer in zichzelf geloven. Ik ben het helemaal met je eens. Ik zal er altijd voor je zijn. Ik geloof in jou. Even eten, uiteraard. Volgende week, ja. Jouw verjaardagsweekend. Two hours later. Oh, en de show zit er weer op. Het was superleuk. En bloopers, jongens. Ja, ja, bloopers. Dus dat was superleuk. Ik heb nog zo. Er rijdt echt een auto langs met keihard muziek. Want ik sta namelijk al meer dan anderhalf uur in de file. Het is echt verschrikkelijk. En verschrikkelijk saai. Maar goed, dat hoort er ook bij. Ik heb nog wel lekker gegeten. En het was een leuke avond nog. Na de shows. Dat wel. Maar dit echt... Nee. En het is ook echt stilstaan. Weet je wel? Echt zo een kwartier stilstaan. Een paar meter verder. Dus dat is wel echt heel jammer. Dus ja, het is nu bijna 10:30. En ik was om 10:00. Vertrokken? Nee, wacht. Nee, hier zie. Ik begin al helemaal... Nou goed. Ik was om 9:00 volgens mij vertrokken en nu is het al 10:30. Ja. En er staat nog op mijn navigatie nog een uur. En normaal is dit vanaf mij nog ongeveer een half uurtje. Dus ik mag nog even. Oh, dan komt hij weer. Auto met... Nou ja, je ziet de raarste dingen. Ik ga in ieder geval de vlog afsluiten. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Vond je het een leuke video? Doe even dat duimpje omhoog. En abonneer je even zeker op mijn kanaal. Vind ik leuk. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!